Al die data, je hebt er alleen wat aan als je er wat mee doet. Zullen we het toch ja. eens even scherp maken? Ja. Welke beslissingen ga je nou maken op basis van het dragen van zo'n sensor? Welkom in het Slimmer Presteren Sportlab. Jouw portie proefjes met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen. Sportarts en topcoach Guido Vroemen. En ik, man in Lycra, Gerrit Heikoop. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen. Maar daarbij de grens tussen zinvol en onzin niet uit het oog willen verliezen, in deze aflevering praat ik met Jurgen en Guido over continu je kerntemperatuur tijdens het sporten aflezen met een huidsensor. Hoe werkt dat? Zet je je spieren aan het werk, dan krijg je het al snel warm. Loopt je lichaamstemperatuur hierbij zelfs te veel op, dan komt je lichaam in de problemen en moet je afremmen. Informatie over je kerntemperatuur tijdens inspanning kan dus helpen, maar is lastig te meten. Lukt dit met een geavanceerde sensor aan de buitenkant van je lichaam? We testen het in ons eigen Slimmer Presteren Sportlab. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jugge Guido. Hey, goedemorgen hey, Goedemorgen. Het is lekker fris in het lab, hè jongens? Ja, <laughs> nog een geen kleine hier. <laughs> nog geen last van overwitting in ons slimme, besterre sportlab. Ja. We hebben uh, een aantal sensoren op tafel liggen. We hebben een aantal uh, afleveringen al gemaakt. De reacties zijn zwaar, nog lyrischer dan de eerste keer. Dus uh, tijd voor de volgende. Inmiddels uh, heb jij hem al in je handen, Guido. Uh, nou, laat ik het aan je vragen. Wat heb je daar in je handen? Ja, dit is uh, eigenlijk een, uh, een, wat erop staat, Core-sensor. Ja. Um, en die meet, uh, die draag je op je lichaam. Ja. En uh, de meesten die hem gebruiken, die dragen hem op hun hartslagmeterband. Ja. Dus dat uh, eigenlijk. Het is een soort, voor mensen die luisteren, een soort oversized witte plastic paperclip, ja. zou ik maar zeggen. Dus de, de meetkant komt dan op je huid. Ja. En deze kan je op je arm gebruiken. Dus dan zet je hem aan de binnenkant van je arm. Een beetje zo uh, om je biceps. En um, daar meet hij dus eigenlijk skin temperature, huidtemperatuur. Ja, in real time. In real time. En uh, narmate... dus verzendt hij ook naar een app of een apparaat? Ja, ja hij kan het zelfs naar je. Hallo, en ja, je Garmin of je fietscomputer. Kan die dit als een IQ app Kan die dit ook daar. Uh, Zover is duurt. het al. Dit ja. is een, de, de vorige keer hadden we een redelijke noviteit. Ja, ja, ja. Nee, dit, dit, is is al, een, dit kun je al gewoon op je Garmin uh, installeren. En dan apparaat. zien van hé, hey, hoe warm ben ik nou? In essentie is dus het meten van temperatuur. Deze zit op je huid. Uh, ja, ik zou willen vragen hoe werkt het? Maar ja, dat is vrij simpel. En ja. Er zit gewoon een temperatuursensor in. Ja, maar het is wel uh, begrijp ik dat het. Uh, ja. Het meet wel de temperatuur, maar het, het wil informatie verschaffen over de kerntemperatuur. Ja. Ja. Dus het moet een berekening doen? Ja, ja het, het gaat om de thermale energietransfer. Ja. Uh, ja. Dus uiteindelijk, je warmt op van binnen. De kerntemperatuur is toch vaak hoger dan de huidtemperatuur. Ja. Dus daar zit een soort uh, straling, zeg maar. De energie die gaat naar buiten, naar die huid. En op een of andere manier ja, zitten daar allerlei thermokoppeltjes in die dat dan als die kerntemperatuur oploopt, dat ook detecteren, waardoor je eigenlijk wel een, zij hopen op een één op een uh, vergelijk kunt krijgen van verandering kerntemperatuur oppikken met dat apparaat. En dat is natuurlijk best wel, uh, ja, dat is interessant, maar je hoeft niet meer met zo'n uh, pil te gaan werken die je ja, doorslikt. dat is een alternatief, hè, om ja. kerntemperatuur te meten, ja. een of ander klein pilletje. Kan je inslikken, meet dan letterlijk van binnenuit en zendt dan de temperatuur naar ja. buiten. Of een lange draad, natuurlijk, die je uh... die, uh, achter rectaal inbrengt. Ja, het ja. ja, is ook opwettig is... sporten. Ja. Um, de nadeel van de pil, voor de mensen die het niet kennen, is dat wielrenners er bijvoorbeeld in, in de wedstrijden. profielrenners mogen er niet mee rijden, heb ik wel eens gehoord. Omdat mochten ze een ongeval krijgen, kunnen ze de MRI-scan niet in. Of in ieder geval, dat is een mm. reden waarom ze er niet mee willen rijden. Ja. Dit ding is dus aan de buitenkant. Kun je dus ook afdoen, mocht er wat met je gebeuren, mocht je het moet, uh, moeten. Ik zit ook te denken, uh, wij zitten hier allemaal met een vrij dik sporthorloge. Dat geeft ook temperatuur aan. Maar dat is dan een soort van de real-time temperatuur op de huid, ofzo hè. Ja. ja. En altijd rare waarden. Kan ik niet zoveel ja. mee? Nee. Ja, want ik denk dat dit ding is dus onafhankelijk, moet het zijn, van uh, zweten. Natuurlijk. Uh, als je. Omgevingstemperatuur, uh, water, water over je heen, heen uh, gooit, et cetera. That... Ja, zie je. Moeilijk kijken, Guido. Ja. ja, nou ja, weet je, als je water over je heen gaat gooien. en er komt water, zeg Tuurlijk. maar. ga je ook. kerntemperatuur gaat ook Dan omlaag. gaat je huidtemperatuur ja. lokaal daarom laag. Ja. 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 Dus ja. dan ga je het wel verstoren. Ja. Dus dat is dan wel een lastige, denk ik. Um, maar verder, ja, weet je, ik denk dat het. zoals ik hem nu heb toegepast, een paar keer. Werkt die wel, is hij best wel makkelijk toe te passen. Het nadeel van die pillen is ook. Um, deze zendt gewoon een signaaltje uit. En dat kun je oppikken met je horloge of met een app. Ja. Die pillen hebben, die hebben niet een, die zenden niet eerst een signaal uit. Er zit niet iets in wat iets... Oh, ja. Je moet zelf nog een ander, eigenlijk een, een band omdoen. Ah, ja, om die pil die uit te lezen. Ja, precies. Dus je hebt altijd een band met een kastje. Ook nog. Extra. Dus dit is al weer lichter en simpeler dus, dan? En de, ja, precies. Met zo'n pil, dan moet je zo'n band en zo'n kastje meenemen. Ja, dat gaat al niemand doen. Die pil moet je natuurlijk ook weer retrieven. Ja, die ja, pil is op wel. zich, weet je, die komt ook wel. Of zijn dat wegwerppillen? Ja, dat moet eruit vissen, toch? Ja, kan. Als je hem nog een keer moet... Het is ook bijzonder onprettig, toch? Als we het over technologie hebben die prettiger wordt voor een keer bij een shirt in plaats van een gasmasker Lijkt me een temperatuursensor die je niet uit je eigen kak laat te pulken. Maar die gaan we niet testen in de toekomst, denk ik, wel. Nee, maar dit werkt dan weer een stuk praktischer. Ja. Om het zo gewoon. Hé, toch even. We hebben vorig jaar een hele aflevering gemaakt over het feit dat Jurgen mij wel eens in een rondje heeft ingehaald. Omdat ik volledig onderuit ging in de hitte. Mensen die die aflevering gemist hebben, uh, het gevaar van een kerntemperatuur die oploopt. Wat, wat gebeurt er en wat, wat is het risico? Nou, het risico is heel groot. Als je te ver je kerntemperatuur laat oplopen, en um, dan hebben we het over 41 graden plus. Ja. He, dat, daar wordt het echt levensgevaarlijk. Een stap terug. Wat is normaal? Want we hebben wel eens vaker over... als je bij mensen in inspanning waardes gaat meten... dan zou die normaal in een ja. ziekenhuis goed genoeg zijn... om ja, je naar de eerste ja, hulp ja. te sturen. Ja, maar inspanning... Er zijn heel veel mensen, als je flink inspant... dat je al boven de 40 graden komt. Dat kan gebeuren, toch? Ja. Zeker in de zomer. Ja, maar daar hebben we mechanismes voor om ook weer... Uh, zeg maar, de, dan, Ja, precies. Maar er is ja. dus een, een dunne grenslijn... waarvan je zegt, hé, hey, maar daar moet je niet boven willen komen... Nee, want ja. daar gaan er dingen mis. Ja, maar daar merk je dus ook aan mensen. De beelden kennen we... Echt legio. Dus mm -hmm. bij wedstrijden mensen die zwalkend over hun parcours heen gaan. En ja. die, boh, die weten echt niet meer uh, waar ze naartoe moeten. Dat is echt een Dat is echt een heat stroke. Nee, maar het is los daarvan. Uh, ja, in, in die voorbereiding, in ieder geval van Ghana voor zijn werelduurrecord. Zij gaan er nogal prat op. zij hebben dat ding ja. gebruikt. Ja. En dan zeggen hey, ze. Dit is uh, weer een topsport-anecdote. Ja ja, ja, ja. Ghana, wielrennen van Idios. Ja. En Big M allebei gebruikten de werelduurpoging hem. vorig jaar. En waarom ze hem gebruikten, zei ze: ja, ook al ga jij maar 1 graad omhoog in kerntemperatuur, kern, kern dan gaat jouw e, ja, prestatievermogen, jouw efficiëntie met name dan gewoon uh, 1 procent omlaag. En die Aha. testen zijn gedaan in principe. Dus ja. je merkt van ja, uh, onherroepelijk gaat jouw kerntemperatuur gaat okay. tijdens inspanning omhoog, ja. maar hou er rekening mee ook zonder dat hij overdreven richting de 40 gaat, heeft dat al uh, ja, ja. effect dus we, op jouw We, jou we zijn met twee verschillende spelletjes bezig. Enerzijds het is het een gezondheidsrisico ja. letten, opletten je niet ja. over de grens gaan, maar ja. je zegt nee, er zit ook een performance of een prestatiekans. Ja. als ik mijn temperatuur niet laat stijgen of niet te veel laat stijgen ja. kan ik beter en zij zeggen dus echt dat zij hiervan gebruik hebben gemaakt omdat je normaal bij de poging zo na een half uur veertig minuten dan gaat dat optreden of en dan ja, ja dan gaat de kentemperatuur ja, stijgen en zij hebben ja. dat in ieder geval gemonitord misschien tegen gaan misschien met extra koelen van tevoren kleding ik weet het niet precies ja, ja. of daar ik... in rekening mee gehouden tijdens hun peesgedrag gedacht van oké okay, nou, na 40 minuten moeten we eigenlijk het spees ja, ja. aanpassen op het feit dat hij iets warmer is geworden. Ja, daar, ja, daar is ik denk zelfs manier... dat ze zeg maar een soort warmteacclimatieproces hmm. hebben gedaan. Wat je eigenlijk gaat doen als je in een wedstrijd in de warmte gaat rijden, ja. dan doe je dat ook. En dat kun je een beetje monitoren met hoe snel stijgt jouw temperatuur oh, ja. in een bepaalde uh, omgeving. Ja. Uh, met een bepaald vermogen. Want dan lever je zoveel extra warmte op. En daardoor kunnen ze zien ook dat je denkt, nou weet je, je, je raakt veel meer aangepast aan de warmte. Dat zou je met deze sensor beter kunnen meten. Ja, ja je kunt daar ook ja. gewoon. Je hebt een bepaalde hoeveelheid warmte of kerntemperatuurophoging ophoging nodig om een soort aanpassing te krijgen aan warmte. Ja. Nou ja, dan He, kun je dus... hebben We hebben het wel vaker over gehad. Dan ja. kan het lichaam. Als ja. het vaker in warmte nou, moet ja, ja. Kosten, dan we denk dus, al, hey. uh, je ja. Ja, Als het zomer wordt ja, en het is ja. ineens een soort in het voorjaar al een beetje april of zo dat het ineens heel warme dagen wordt, ja. dan is iedereen pff, oh warm. Ik uh, ja. ben er helemaal niet aan gewend, man. Ja. Niet en maar, als dat nee. aanhoudt. Dan heb je op een gegeven moment in de zomer met hele warme weken. Ja, iedereen heeft op een gegeven moment. Ja, kan er wel tegen, hè? Exact. Ja. En jij zegt dus, met deze sensor, of in ieder geval met een sensor waarmee je de kerntemperatuur kan meten. En Dan ja. zou je een verschil moeten zien. Dat als ik een sporter een eerste keer in een warme context laat sporten. gaat die kerntemperatuur veel sneller omhoog. En als ik dat dan een aantal keer herhaal. of ik doe een ja. acclimatie- of een acclimatisatieprogramma. Ja. 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 Dan zou je aan die sensor moeten kunnen zien. Hé, hey, wacht even. Ja. Zelfde omstandigheden, minder lichaamstemperatuur. Ja. Ja. Nou ja, ik heb een, een triathlete. Nelleke. Hey, vaste <laughs> vriendin van de show. Zeker. <laughs> Naar Kona gegaan. Ja. Nelleke bandé is dit, hè? Toch even volledig Nelleke bandé. Uh, ja, ja, met deze sensor. Ja. Thuis warmteacclimatie getraind. Ja. In een eigen gebouwde klimaatkamer. Uh -huh. Oké. Okay. En daarmee flink aan. En ja, nou ja, zo'n waterkokertje erin. Oh, ja, en, ja, ja. Ja. Ze kan het zelf denk ik veel beter vertellen. Maar ook met die sensor steeds elke dag, um, twee weken lang, een uur lang in die kamer op, op, nou ja, op 70% van hun drempel, een en drempel. Daar, en daar zie je dus, na een aantal dagen zie je dus dat ze daar minder snel in temperatuur gaat stijgen. Dus ze gaat zich aanpassen eraan. Ja. Ze reageert minder snel daarop. Nou realiseer ik me, zo'n sensor komt met een prijs en dan moet je opladen, allemaal gedoe. Uh, uh, ik heb een ja. sporthorloge, ik refereer er al, ja. die ook beweert dat hij ja. weet of ik ben aangepast of niet. Hoe moet ik die twee dingen met elkaar vergelijken? Ja, die heb ik ook namelijk. Ja. die zegt dat ook tegen mij. Van, Iedereen nee, wordt nu opeens zich bewust van de hitte aanpassing. Je bent aangepast. Ja. Ja. ja, en dat is natuurlijk een beetje gekoppeld aan algoritmes van, nou ja, je de buitentemperatuur, dat weet ja. hij. Ja, dat weet, dat hij. weet hij ook. Ja. Hij weet ook, zeg maar. Hey, je hebt vandaag twee uur gesport. In die temperatuur. Met die intensiteit. Mm -hmm. Dus jouw acclimatisatie zal zoveel procent zijn toegenomen. Ja, ja. Je denkt, het is een ja. berekende waarde. Ja. Jurgen, weet je, zijn er ja. studies nee, die dit soort ga. dingen vergelijken? Zijn er nee, überhaupt ja. vergelijkende studies met zo'n apparaat gedaan? Uh, ja, recent in uh, Amsterdam. Heindane. Uh, dat is de professor thermofysiologie. Die heeft deze sensor en eentje van Medisim en 3M. Dus er zijn meer fabrikanten ja. die dit allemaal aanbieden. Uh, vergeleken. Um, en inderdaad met een met meting van de kerntemperatuur. Um, ja, het is nog niet perfect, is een beetje conclusie. Het gaat allemaal de goede kant op. De Core bijvoorbeeld gaf in zijn studie... Ja, ik weet niet hoeveel proefpersonen, 10, 15, 20... die ze ook eigenlijk een inspanningstest laten ondergaan in ja. de klimaatkamer een uh, structurele overschatting van nou, een paar tienden waarschijnlijk, maar uh, dat maakt andere... wel uit. een paar ja, tienden. Ja, ja nou maar als, als je nog dat tussen eenmaal weet. weet het en 41, het gaat goed. natuurlijk om de aanpassing, denk ja. ik. Dat is ja. het belangrijkste. Ja. Ja. Een andere die had veel meer last van het feit van uh, als je ging zweten dan kwam, en dan de kwam er een goed. signaal. Ja. Ja, ja, ja. Kijk, ik denk dat het met name weer het gepersonaliseerde uh, advies uh, is. natuurlijk uh, die kant gaat het op voor atleten. Vooralsnog lees ik dan altijd dat een, een, een protocol uh, om je aan te passen, acclimatiseren, is vaak van minimaal een week en dan één à ah, twee uur per dag Precies. inspannen. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk dat is weer gestoeld op uh, de gemiddelde ja, atleet, et cetera. Ja, ja. ja. Dus het is natuurlijk veel fijner als jij van iedereen afzonderlijk kan ja. zeggen, en zoals jij dat kon met jouw atleet. Ja. ...hé, hey, je, je zit er al tegenaan. Of, ja. uh, en zeker te weten, want je moet dan steeds wel die kerntemperatuur laten oplopen... ...om dat effect om te bewerkstelligen, om dat lichaam aan het werk te zetten. Meer zweten, meer bloed naar de huid, uh, hartslag aanpassen. Jij was onze uh, proefpersoon. Uh, ja. Ik heb het bij alle dingen gevraagd. Was dit invasief? Heb je er last van? Jeukte het niet? Nee, want het, is, het voelt van? eigenlijk net als een, een hartslagmeter. Ja. Dus uh, helemaal niet. In het begin had ik het nog een beetje fris hier in onze eigen sportlab... Maar op een gegeven moment uh, ja, ging ik het ook, ook warm krijgen en wel wat, uh, wat zweten. Ben nog niet uh, gekookt, absoluut niet. Nee. Maar volgens mij ging de temperatuur wel omhoog uiteindelijk. Guido. Wacht, want we hebben nog één. Ah, ja. Die ah. moeten ook nog onder. Um, de temperatuurmeting. Ja. Deze hoeft niet van de achterkant naar binnen. Het is een beetje een vervelend vormpje om hem daarin ja. te schuiven. Ik denk dat dat een beetje. Ja, goed. Dat gaan we niet doen. Maar hier, ook hier zit weer een model aan vast. En eigenlijk wordt deze op je borst eigenlijk gedragen op een, op een band. Dus die meet niet kerntemperatuur, maar huidtemperatuur. En aan de hand van stijging van die huidtemperatuur, kunnen ze eigenlijk die kerntemperatuur modelleren. Dus die laten we ook mooi meelopen. Dus Dat eerst ze, dan, dan die band we... maar eens omdoen. Ja. Ik moet hem met een haakje, ja precies. En dan schuif ik daarna deze erop. Moet je wel uh, zo onder je shirt stoppen natuurlijk. Want anders ga ik de temperatuur van je shirt meten. En dan doe ik het een beetje zo. Kijk. Die hebben we. Wat heb je nog meer aangetrokken? We hebben ook weer temperatuursensor, nu op bovenarm aan de binnenkant de voor de huidtemperatuur. Ja. Gewoon een hartslagmeter er ook bij. Wel belangrijk om mee te nemen. Om de pols? is uh, gewoon een horloge. Niks bijzonders. Je <laughs> weet een te waggelen. Hou vast nog, hè, je moet deze door. Heel goed. Ja. En op Guido! Yo! Oh, Jurgen Vaak. Je hey, wordt even rustig Je bent bijna boven, zien we? Nog een klein stukje. Mooi. Moet je stoppen? Ik, ja, Stoppen. Volgens ja, mij ja. hebben we het. Ja, Guido, je hebt data van Jurgen. Wat zie je? Ja, ik heb um, met die data zeg maar. Zijn sensor uitgelezen. En dan zie je. Um, een mooie. Uh, nou ja, bruin-oranje lijn. van zijn huidtemperatuur. Die zie je mooi. Nou ja, doorstijgen. Mm -hmm. Het wordt steeds zwaarder. En zijn temperatuur wordt natuurlijk. daardoor steeds een beetje hoger. Welke waarde geeft hij uiteindelijk? Uiteindelijk uh... is jouw. Um, jouw laagste. Je begint met een skin temperatuur. van bijna 30, 29,8. Mm. En je eindigt dan. Op 31,45. Dan gaat hij naar kerntemperatuur um, modelleren. En dan is jouw starttemperatuur 37,27 graden. Bij het uh, begin van het lopen. En dan eindig je maximaal op 38,3. Oh, toch? Ja. Dat is dus al 1 graad daarbij. Uh, je stijgt een wel een graad. Ja. 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 ja, je liep ook stevig stijgen. Ah, uh, dus hij meet gewoon daadwerkelijk de huidtemperatuur. Ja. En hij heeft daarbij een algemene. En je ziet eigenlijk, als, als je een, de, de, de curve ja. ziet in het begin loopt jouw kerntemperatuur ineens veel ja. stijler op. En dan op een gegeven moment zie je dus ook dat jouw zweet... Ja, ja dan, dan gaan de dus, zweetklieren ja, open en aan dan... ...werken, waardoor de stijging minder hard gaat. Dat stond een beetje vanaf ja, je... 38, zo te zien, uh, je, denk ik. Ja, oké. Dat is Je kunt dus je uh, temperatuur op een gegeven moment veel beter reguleren. Ja. In hoeverre moet je nog zo'n sensor uh, instellen of moet die aan je wennen? Of moet die... want, want ik neem aan dat nee. die verhouding tussen huidtemperatuur en kerntemperatuur niet voor iedereen hetzelfde is. Is dat niet een beetje lichaamsafhankelijk of lichaamssamenstelling ja, afhankelijk? Ja, je zou zeggen qua... Hmm, um, vet of qua bouw ja, of qua... Ja, vet, veel et cetera. Ja. Maar daar zit um, volgens, uh, volgens core body temperature... Um, uh, ja, kan iedereen dit eigenlijk op dezelfde manier wel gebruiken. Het is wel, denk ik... Um, verschillend, want ik heb hem tijdens mijn fietstest op mijn arm gehad. Ja. En Jurgen had hem op zijn borst. Ik denk dat als je hem gewoon draagt op een band op je borst, dat hij wel wat beter en nauwkeuriger is dan op je arm. Mm -hmm. Op je arm vind ik wel handiger. hoef hem niet door, door ergens onder te stoppen. Um, maar dan is hij ook gevoeliger voor nou ja, koeling van andere dingen. Hè? Als je daar ja, water ja. op gooit of op je arm. Uh, uh, precies, ja. precies. Ja. En dan zou de waarde dus wat minder nauwkeurig kunnen zijn. Ja, ik zijn. weet, als je. Over Christian Bloemenveld gesproken, die gebruiken dat ook. De Noorse triatleet. Ja, ja. En, en Gustav Eden. Ja. Um, die hebben de dingen overal. Weet je, die hebben hem op, oh, op, ja. een, op een hartslagband, belt. Um, ze hebben hem op hun arm, ze hebben hem op hun voorhoofd. Ja. Weten we waarom? Nou ja, je hebt allemaal. Waarschijnlijk. Me, kijken Om te, ze te dan, valideren. Ofzo. Ja, dan kijken ze naar skin temperature. En dan denken ja, wat geeft die? Wat geeft ja. die? Wat geeft ja. die? Wat geeft ja. die? Wat geeft ja. die? Dat welke welke is nou voor ons... Ja, ja. en waarschijnlijk zal die ook wel een kerntemperatuur hebben. Ja. Guido, ik denk dat dit de ge gevleugelde uitspraak... van het slimmer, presteren sportlab wordt. Uh, al die data, <tie> je hebt er alleen wat aan als je er wat mee doet. Zullen we het toch ja. eens even scherp maken? Ja. Welke beslissingen ga je nou maken... op basis van het dragen van zo'n sensor? Nou, ik zou hem... en dat heb ik ook al gedaan dan. Ik zou hem eigenlijk alleen maar gebruiken... bij atleten waarvan ik weet... Hey, die heeft straks een wedstrijd en daar is het gewoon 35 graden of nog warmer. Ja. We moeten hier iets mee. Dus we moeten aanpassen aan de hitte. We moeten daar een plan voor maken. Dus je moet data verzamelen van hoe, iemand, hoe snel iemand stijgt in zijn kerntemperatuur. Ja. Dan heb je er wat aan. Als je denkt, ja, maar ja, dat weet ik eigenlijk niet. Het kan zijn, ik ga in Nederland wat wedstrijden doen. Het kan zijn dat het warm ja. is. Het kan zijn dat het niet warm is. Heb je er niet zoveel aan. Ja. En, en, en in dit scenario, waar je zegt, ik heb een atleet, die gaat een wedstrijd doen in een warme omgeving. Dan, dan gebruik je hem vooral voor dat scenario waar we hem over hadden, om die acclimatisatie ook te volgen en ja. te meten. Maar je kunt natuurlijk ook op een gegeven moment, in de wedstrijd gebruik je hem ook. Hè? Mm -hmm. hm? Want je weet, en dat, dat bloemen iden verhaal weer. Je weet, als je boven een bepaalde threshold komt. Qua temperatuur? Qua temper kerntemperatuur. Dan denk ik, kak, als ik hierboven kom, dan ga ik inleveren in prestatievermogen, ja. wat Jurgen vertelde. Ja. Dus dan moet ik echt zorgen dat ik mijn koeling goed op orde heb, dat mijn kerntemperatuur niet te ver stijgt, want als je eenmaal te hoog zit, ja, dan kun je in een bak ijs gaan springen voordat die weer omlaag gaat. Mm. Hè? Dat duurt echt lang. Dus dan zou het meer een soort waarschuwingssensor zijn? Ja. Wat? Nou ja, precies. Ik denk, ja, weet je, als je daarboven komt, dan moet je echt uitkijken. En ook Nellick heeft dat in Kona ook gedaan. En misschien zijn we daar wat te voorzichtig geweest. Vertel. Want zij had eigenlijk meer het idee van ja, mijn kerntemperatuur was heel strak, ik hield hem echt heel goed. Mm -hmm. Maar ik denk dat ze harder had gekund, en denkt ze zelf ook. Ah. Dus dan ga je misschien wel te voorzichtig zijn, omdat je denkt, ja, maar ik moet niet veel hoger komen. Of zorgen dat die... En hoe hadden jullie dan die waarde bepaald waarvan zij dacht, hé, hey, daar moet ik niet boven komen. Ja, dat is op een gegeven moment. We hebben natuurlijk zo'n uh, stress, heat stress test een beetje zo gedaan. En dan zie je hoeveel je in een na nou, een bepaalde test, hoeveel je stijgt. En dan denk ik, nou als je hem daar probeert op te houden, dan, zit je goed. dan gaat hij goed. Misschien had hij nou moet hij nog iets Nelleke hoger. Nelleke heeft dus in Hawaii, uh, Kona, wereldkampioenschap, hele ja. triathlon meegedaan. En ja. kwam terug, vroemen, ik kon harder. <laughs> <laughs> Wat is ja. dat nou? Ja. Maar waarom heeft ze dan niet de laatste 10 kilometer ja. die marathon ja. even de hele tank ja, dat, ja. dat kunnen we... Nelleke, waarom ja. heb je dat? Ja. Dus Nelleke ze even ver. Dit <laughs> <z> <laughs> <z> <laughs> is wel een hele bijzondere pacing, toch? Ik dacht niet dat ik ooit zo terug zou komen. Ja, maar... Je weet, bij Kona is het gewoon echt wel warm. Als je daar ooit geweest bent, kun je dat bijna niet voorstellen. Maar als je terugkomt op het hardloopparcours Kuakini Highway vanaf Energy Lab terug, dat is één bak over. Het is zwart asfalt. Ja. Het ja, is ja. verschrikkelijk. Dus daar ga je het niet meer pakken. Als je daar zeg maar. kapot gaat, ja, ja. Dan, kom je gewoon, dan kom je gewoon niet aan. Nee, dus jullie hadden het erover. Had, ze had misschien wel harder op de fiets gekund. Ja, niet over nou ja, de hele race. Je? Ja, nee, dat dus zul je nooit weten. Ja, maar misschien nee. had zij wel een Volgende aflevering keer. van jou gehoord, Gerrit. En gedacht van, nou, ze dat wil Amersfoort ik niet. Maar... Oh, ik denk, ik moet niet krijgen wat Gerrit had, <laughs> ja. want dan kom ik niet aan de finish. en, en ja, ja, Gerrit Dan wel geparkeerd. wordt, word je en, ingehaald door Jurgen van Tevelen. Ja, maar deze zomer in, uh, in Amersfoort. Uh, ja. uh, het is weer 30 ja. graden. Ja. Wat Heb wat ik zo'n ding doen? om? Ja. En je merkt tijdens het fietsen van, ik zit al uh, aan, de, aan de 40 graden. Hmm. Dat had je misschien nou, wel. Ja, nee, ja maar dat was een van mijn grote vragen voor deze aflevering. Ja. Want, want wat erbij hoort, ik, ik kan me inderdaad moeilijk voorstellen wat je doet met die data. Want dat heeft alleen maar waarde als je dan ook een afspraak met elkaar hebt ja. van, hij mag daar niet boven komen. Ja. En als je daar dan boven komt, ja, dan is het nog even de vraag, heb ik een knop om aan te draaien? Nou, je zou je inspanning terug kunnen halen. Ja, ja. Of je moet op zoek naar cool ja, methoden als water nou, ja. en wat ja. dan ja. ook. Ja. ja. Maar ja. je hebt in ieder geval, weet je, je moet op een gegeven moment wel een soort, uh, uh, nou ja, grens aangeven. Dan denk je, ja, maar als je daar boven komt, dan weet je, dan gaat. Maar dat hoort er dus bij dat ja. als je zo'n sensor ja. zou aanschaffen en je zou ermee gaan dan moet je dus ook met iemand of zelf gaan bepalen. Dit is mijn en je zegt ja. daar kun je met een heat stress test dat is een soort protocolletje. Ja, of zo, hebben, je dat, dat hebben dan... ze ook. Dat kun je ook op de website van hun uh, ah, okay. terugvinden. Ze hebben daar best wel veel documentatie ja. ondertussen okay. van. Okay. Ja, 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 dus ja, dat, dat du hoort er dan bij. Doen ze echt heel goed. Ja, dat ga je dan doen. Ja, mooi. Ja. Uh, nou, dat waren mijn grootste vragen vooraf. Jurk, heb jij nog vragen? Hebben we hem goed uitgelegd, Guido? Ik uh, denk het wel, en anders uh, horen we het ja, zelfs. Dat ja. horen we het graag, toch? Hier bij het Slimmer Sportlab. Uh, als je nou voor het eerst kijkt, dan zal ik je nog eens uitleggen... Hoe, of luistert, hoe je ons kan bereiken. Heb je nou, vragen, aanvullingen, rectificaties of uh, iets anders... wat je met ons wilt delen, kan het op een aantal manieren... via de @slimmerpodcast podcast zijn we te vinden op Instagram en Twitter... en ook op LinkedIn, en uh, ga ons daar vooral even volgen. Geef een duimpje op de aflevering uh, of op de post over deze aflevering... of laat in de reacties... Jouw vraag of aanvulling weten. Kan ook op de website www.slimmerpodcast.nl vind je van iedere aflevering een eigen pagina. Die link kan je pakken en even rondappen. Bijvoorbeeld naar Nelleke als ze het nog niet gezien of gehoord heeft. <laughs> en, uh, of als je Nelleke nog even complimenten ja. wil geven of felicitaties dat ze het toch maar mooi geflikt heeft daar wereldkampioenschap hele triathlon. Um, en je kan ons ook mailen via post@slimmerpodcast.nl met al jouw vragen, opmerkingen en aanvullingen. Tot zover het slim Vesteren Sportlab. Ja, ja, is leuk hè? Ja. Ja, dit uh, is uh, de derde van de eerste serie die we gemaakt hebben. Uh, dus ook nu de vraag aan onze kijkers-luisteraars. Ja. Vind je dit leuk? Wil je hier meer van? Uh, stimuleer ons hè, via de eerder genoemde uh, wegen en laat ons weten waar jij graag meer over te weten zou we willen komen. Tot zover. Yo. Dank mannen. Hoi, hoi. Tot de hoi. volgende.